allemaal, daar ben ik weer, professor. Ik wist niet dat het kon. Samen met mijn assistent, Koen Konijn, gaan wij allemaal proefjes doen. In de vorige lockdown heb ik dat ook gedaan. Weet je nog, die mooie vulkaan die ik toen gemaakt had? En alle proefjes die ik doe, die kunnen jullie zelf ook doen. Want het zijn allemaal spullen die jullie thuis hebben of die papa of mama even bij de supermarkt kan halen op de plaatsje die dia. En proefjes doen is altijd een beetje spannend, hè? Toch? Ja, Koen. Nou, hè? Koen is echt een beetje bang, zegt hij. Maar Koen, er is toch maar één of twee keer iets misgegaan. Oh, je wilt een veiligheidsbril op? Nou, is misschien altijd wel verstandig, hè? Ik heb al een bril op. Maar is misschien altijd verstandig om je ogen even te beschermen? Dan zal ik even handschoenen aandoen. Want als je stoffen bij elkaar doet, kun je altijd krijgen dat er gassen ontstaan. Hè? Soms ook wel eens in je buik gebeurt als je nog eventjes een gasje, een scheetje loslaat. Dat er natuurlijk explosies komen. Maar dat gebeurt dan meestal niet zo vaak. Over explosies gesproken. Vandaag gaan we een kleurexplosie maken. En een regenboog. Want we gaan het proefjes doen met kleuren. Oké, Koen. Wat? Je wilt weten wat een kleur is? Nou, dat weet je toch wel. Een kleur is bijvoorbeeld, wat is deze kleur? Ja, dat is inderdaad rood, Koen. Heel goed. En jullie hadden het ook goed. En mijn handschoenen? Die zijn inderdaad geel. En bijvoorbeeld dit afwasmiddel, net als mijn haar, dat is blauw. Een kleur is dus iets wat je kan zien. En daar heb je ook licht voor nodig, want in het donker, ja, zie je geen kleur, hè? Is het alleen maar donker. En dat heeft te maken met licht, dat moet breken, bla bla bla, bla bla bla. Hé, goed, wat? De hamer? De hamer? En het lampje? Nee, dat is niet de bedoeling. Je moet het licht niet kapot breken. Nee, maar dat kom ik later wel eens. We beginnen met het eerste proefje. Wat heb je daarvoor nodig? Je hebt daar snoepjes voor nodig. En die snoepjes moeten heel veel kleurstof aan de buitenkant hebben. Zoals bijvoorbeeld deze M&M's. Ik kies er even eentje uit. Ik kies een blauw. Je weet dat er veel kleurstof in zit, want als je er een tijdje op zag en je steekt je tong uit, dan is hij blauw. Is het zo goed? Ja, deze zijn goed. En voor dit proefje heb je ook water nodig en een bord. Nou, ik heb dat voorbereid, natuurlijk. Hè? Dat is een goede professor. Ik heb hier alle snoepjes in het rondje van het bord gelegd. En dan heb ik het leuk alsof het een soort regenboog, want het moet een regenboog gaan worden. Dit wordt een kleurenregenboog. En alle snoepjes liggen een beetje in hetzelfde patroontje. En dan gaan we er water bij doen. En als het goed is, dan, wat zou er dan gebeuren? Dat moet natuurlijk een verrassing blijven. Ik ga vast beginnen. Ik doe het water in het midden, want de snoepjes moeten een beetje onder water blijven. Kom, zo erg is het niet, zeg. Nou, hij wil zijn mondkapje voor, want hij is bang dat er van alles gaat gebeuren. Jongens, Koen, hè, dat is toch niet waar? Zo, nou, Koen is er helemaal klaar voor. Jullie ook? Daar gaat hij, hoor. Dus water erbij, want de snoepjes moeten onder water komen, zodat de kleurtjes van de snoepjes kunnen gaan oplossen. En als de kleurtjes dan opgelost zijn, als het goed is, gaan ze naar het midden drijven en dan krijg je allemaal streepjes naast elkaar als een regenboog. Zien jullie al wat gebeuren? Koen, wij wel, hè? Ja, want het blauw, die is het sterkste, die lost het eerste op, zie je dat? En nog eventjes, en dan gaan ze allemaal oplossen. En dan gaan ze allemaal naar het midden. Ja, het gebeurt al een beetje. Oh, het is altijd zo leuk aan proefjes, hè? Dat er van die verrassende dingen gebeuren. Je weet nooit of het lukt. Het kan ook wel eens mislukken. Er kunnen wel eens foutjes zijn, maar dit lijkt helemaal goed te gaan. Oh, ja hoor, niet te veel bewegen. Anders gaan de kleurtjes door elkaar. Kom, stilzitten. Nee, geen stampertjes spelen. Oh, daar gaan ze. Wauw. De kleurtjes gaan naar het
midden toe, zie je dat? Ze gaan naar elkaar toe. De kleurstof drijft op het water. En ieder gaat in zijn eigen baan. Het gaat wel een beetje zo de bocht om. En dan wordt het vanzelf straks een mooie regenboog. Heel verrassend hoor. Boogjes doen is zo leuk. Ja, en dan zeg ik natuurlijk altijd precies wat mijn naam is. Ik wist niet dat het kon. Wauw. Je bent ook verrast, hè, Koen? Of wil je een beetje ademhalen, Koen? Ja. Zie je, er zit ook oranje bij. Daar houdt Koen heel veel van, hè? Net als van de wortels natuurlijk. Wauw, deze kant gaat een beetje sneller dan de andere kant. Zien jullie dat? Maar het gaat vanzelf wel goed. Nou, ik ga vast wachten even af. Maar ondertussen ga ik het volgende proefje uitleggen. Wat heb je daarvoor nodig? Daar heb je voor nodig melk. Ja, melk van de koe. Daar heb je voor nodig afwasmiddel. Kleurstof. Hè, dat kan bijvoorbeeld hier in van die kleine dingetjes zitten. Dat is handig. Je kan een wattenstaafje gebruiken, maar dat hoeft niet. En je hebt weer een bord nodig. Want daar ga je de melk in doen en dan krijgen we een kleur explosie. En de regenboog is al bijna klaar. Je moet wel soms geduld hebben voor proefjes. Dat is wel moeilijk, hè? Mooi hoor. En je moet niet bewegen, want dan gaan de kleurtjes door elkaar. Maar ik kan toch niet nalaten om te bieden. Zie je dat? Nou komen ze bij elkaar. Het is een prachtige regenboog. Wat een leuk proefje. Ik hoop dat jullie dat ook gaan doen. Ik zet dit bord even aan de kant. En dan gaan we voor het proefje van de kleurexplosie. Nou, daar gaat ie hoor. We doen melk erin. En melk, dat komt natuurlijk van de koe. En melk heeft vet en melk heeft eiwitten. Ja, dat is gek, hè? Niet van een kip, heeft toch eiwitten. Ja. En dan gaan we straks een beetje kleurstof in de melk doen. En daarna gaan we het afwasmiddel erbij doen. Ja, wat zou er dan gebeuren en hoe komt dat? Nou, als je het afwasmiddel erbij doet, dan gaan de vetten worden aan de kant geschoven. Als jij moet afwassen van je moeder of je vader, dan zijn de borden vet, hè, van het eten. En dan doe je de afwasmiddelen op en dan gaat het vet weg. Dat gaat hier ook gebeuren. En de melk gaat aan de kant, de vetten in het melk. Dan gaan de kleurtjes mee. Nou, ik ga snel beginnen. Ik ga van iedere kleur een paar kleine drupjes erin doen. Kleine drupjes. Ja. Dan. Oeps, oké. Dan een beetje groen. En dan nog een beetje geel. Oranje. Zo, zie je dat? Ik heb het mooi in een rondje gedaan. Nou, en nou gaan we eens kijken wat er gebeurt als we het afwasmiddel erbij doen. Dan gaat je hoor. Let jullie goed op. Kijk naar het bord, hè. 1, 2. Wow, zag je dat? Alle kleurtjes gingen aan de kant drijven. En nu blijven ze nog steeds zo door elkaar heen drijven. Wat een verrassend proefje is dit ook. En eigenlijk zo makkelijk. Zie je, Koen? Je hoeft helemaal niet bang te zijn. Want, professor, ik wist niet dat het kon, doet altijd goede proefjes. Gaan jullie deze proefjes thuis ook doen? Veel plezier dan daarmee, hè? Dankjewel hoor voor het kijken en tot de volgende keer. Koen, zwaai ook even naar de kinderen. Tot de volgende keer.